in Argentinië en Bolivia dit jaar zijn. Maar het is natuurlijk meer dan een paar weken, hè? Ja, het is echt een heel jaar ploeteren. En dat hebben we dan dit jaar ook alweer gedaan. Dus we hebben de auto flink verbeterd. En ja, het voelt erg goed. Ja, vorig jaar was jij de debutant en jongens bij jou in de truck hadden het al meer gedaan. Het is nu andersom. Ja, het is dit jaar allemaal lekker groen. Maar daar waren we vorig jaar ook, hoor. Dus het mag weer iets beter dit jaar, hopelijk. Ja, en in 2015, dat is dit jaar, maar dat is dan de vorige Dakar, tegen een top 40 klassering aan. Waar wil je dit jaar? Bij de eerste 30, is dat mogelijk? Dat gaan we daar zien. We gaan voorzichtig. Rustig aan starten. Heel voorzichtig antwoord dit. Ja, maar dan gas erop. Ja, nee, oké. Okay. Nee, is toch weer. Ja. Gas op die lolly gewoon. Het wordt ook niet jouw laatste, hè? Ja, ik weet niet. Het is toch een beetje ziekte, vrees ik. Dus dit jaar was niet zeker, maar we staan er toch weer. Waarom was het niet zeker? Geld. Oh. Ja, je hebt een paar sponsors nodig, onder andere. En een beetje tijd ook wel. Helemaal goed. Jongens, ik ga jullie heel veel plezier wensen. En veel plezier morgen ook. Het team van Fink Versteijnen. Zijn naam is Vic Versteijnen. En wij gaan snel door, want wij verwelkomen de volgende deelnemer in het grote Nederlandse vrachtwagenklassement. Hij is al jarenlang een vertrouwd gezicht. Een smaak. Aan de volgende band van de stad is gegaan. Vic Versteijnen. Ook daar, onboard beelden. Proberen de achterzijde van de vrachtwagen te krijgen. Ik ons tijd.